kunnen we dan controleren of dat inderdaad gelukt is. Dank hier voor allebei. Dank je wel. SP-fractievoorzitter Emiel Roemer is sinds een tijdje waarnemend burgemeester van Heerlen. Verslaggever Jair Verwerda zocht hem op, want hij ontving vandaag hoog bezoek. Ja, ongeveer 11 maanden is Emiel Roemer burgemeester van Heerlen. Dus we dachten hoogste tijd om hem eens even op te zoeken. Hier op het stadhuis. Hier zit hij, de waarnemend burgemeester. Meneer Roemer. Goedemorgen, meneer Verwerda. Goedemorgen. Alles wel? Zeker, welkom. Ja, ja, kom binnen. Op de werkkamer van de waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat klopt, ja. Bevalt het? Ja, bevalt heel erg goed. Het is prachtig, het is een leuke stad. Er is veel te doen, dus het is een hele eer om dit te mogen doen. Maar toch even, want er kwam in het nieuws, dat was uitgelekt, dat hij ook gesolliciteerd had als commissaris van de Koning in Gelderland. Ja, ik las ook van alles. Ja, klopt dat? Ik las ook van alles. Oh, oké. Ja, het is toch een beetje raar dat dat dan uitlekt, hè? Want hij doet dat dan toch vertrouwelijk. Zelfs dat las ik. Ja. Ik hoor het al, u kunt daar niets over zeggen. Nee, zelfs dat heb ik gelezen. Ja, oké. Vandaag een bijzondere dag ook voor Heerlen. Dit is een hele bijzondere dag. Vandaag is de opening van een hele mooie expositie van Amerikaanse kunstenaar Basquiat. Ja. En die wordt geopend door niemand minder dan Hare Majesteit de Koningin. Laten we gaan. Nou, leuk. Ja. Misschien kunt u even met de koningin ook doornemen dat haar schoontante, die heeft gisteren een heel belangrijk werk van Rubens laten verkopen op een veiling. Zelfs kijken of dat nog gaat lukken straks. Ja? Ja. Ben ik nou wel eigenlijk te laat, hè? Het is gebeurd. Ja. Spijtig. Ja. Het blijft toch een beetje raar dat dat al zo verkocht is, hè? Ik vind het jammer. Maar eigenlijk bent u als SP'er toch helemaal niet koningsgezind, of wel? Ik sta hier als burgemeester. Oh, ja. Dat is toch weer in een andere functie. Andere functie, sta je boven de partij, hè? Ja, dat is waar. En eigenlijk heeft u zich er helemaal mee ingelaten, want u heeft ook gesolliciteerd naar de functie van commissaris van de koning. Want daar ging ik proberen het gewoon nog een keer. Ja. Kom, we gaan er binnen. Ze komt, zenuwachtig. Nou, nee, zenuwachtig, dat zou niet goed zijn. Nee, maar. Het is wel een heel bijzonder moment en dat realiseer ik me zeker. Ja, mooi, de Amstketen nu ook om. Dat is wel zwaar wat om de schouders hangt. Het is niet zomaar iets. Hier roemen we door. Allereerst wil ik u namens alle Heerlenaren toch feliciteren met de verjaardag van uw schoonmoeder. Ik ben bijzonder blij dat u hier vandaag welkom mag heten. Ja, en met deze handeling is de tentoonstelling geopend. Majesteit, uitstekende tag. Oh. Ja? Ik moet zeggen, die tag die zij zetten op het doek. Ja, nou, dat ging heel vloeiend, hè? Dan toch even, hebben we het met de koningin ook nog even gehad over de schoontante? En wat er met dat andere schilderij gebeurd is voor Rubens? Je weet dat ik sowieso natuurlijk niet mag hebben met wat ik hier met haar allemaal bespreek. Maar nee, zij was hier vooral zeer geïnteresseerd in Basquiat. Ja, je weet hoe dat gaat, ja. Ja. Het zie je tijd blijft proberen. Ja. Ik wil u bedanken. Het was leuk om hier in Heerlen bij die openingen geweest te zijn. En succes hier in het zaak. Dat komt helemaal goed, dankjewel. Okay, dag. Ik weet dat het moeilijk te zien is, maar ik had het idee dat u Rubens schoenen aan had. Ja, dat klopt. Het is hier ook een beetje een obsessie. Kan het op tafel gelegd worden? Nou, daarover vraag ik nu. Ja, daarover vraag je wel een beetje. Ze zaten vorige week al bij Jair in de uitzending. Klopt.